In Zwembad Zuid, het zwembad Groenhoord, wordt vanaf vandaag 28 augustus tot en met 1 september de zwemvierdaagse gehouden. Optisport bestaat 25 jaar en de zwemvierdaagse 50 jaar. En ze beloven Zwembad Zuid en Zwembad Groenhoord dit jaar extra uit te pakken. En ik praat hier met Niels van Ekeris. Dit jaar gaan we feestelijk uitpakken. Niet alleen Optisport bestaat 25 jaar, maar ook Zwembad Groenhoord bestaat namelijk 25 jaar. De zwemvierdaagse bestaat uit 5 dagen dat deelnemers de mogelijkheid hebben om te zwemmen. En we organiseren leuke activiteiten. Vandaag is de opening. Zoals je ziet hebben we gewoon sowieso de waterspeeltuin. Want alle deelnemers kunnen gewoon gratis deelnemen aan het vrijzwemmen. Op de zaterdag en zondag hebben we leuke clinics. Onder andere zeemeerzwemmen, de reddingsbrigade komt langs. De Lucky Divers voor een duikkliniek. En verder kunnen ze ook nog snorkelen uit mijn hoofd. Er zijn leuke activiteiten. Waardoor de kinderen naast het leuke zwemmen, het baantje zwemmen, wat goed voor ze is, ook nog lekker kunnen spelen. Dus dat is, Waarom is het ooit ontstaan, die zwemvierdaagse? Kinderen halen vaak hun diploma. Maar na het halen van hun diploma stoppen ze met vaak het zwemmen. Komen ze niet altijd zwemmen. En het is juist goed voor het zwemveilig houden van de kinderen dat ze vaker zwemmen. Dus vandaar dat de zwemvierdaagse is, net als de wandelvierdaagse, om ze in beweging te houden en zwemveilig te houden. Want helaas zien we nog dat het vaak gebeurt dat kinderen niet zwemveilig zijn en daardoor soms verdrinken. Hoeveel baantjes zijn er wel niet gezwommen in al die jaren? Dat 50 jaar, dus reken maar uit. Dat is heel veel. Kinderen of de deelnemers hebben de mogelijkheid om 250 meter, 500 meter of 1000 meter per dag te zwemmen. Kinderen doen vaak de 250 meter en voor de ouderen is er de mogelijkheid 500 meter, dat is 20 baantjes en 1000 meter 40 baantjes per dag. Maar dan moet je al wel wat geoefend zijn. Een paar keer de aarde rond, denk ik. Ja, misschien wel meerdere keren. Inderdaad, daar wil het oceaan mee weer rondzwommen. Hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? We zitten nu al op ruim in de 100 deelnemers. Mensen kunnen zich ook nog vandaag en morgen aanmelden. Gewoon aan de receptie kunnen ze zich inschrijven. Vorig jaar hadden we meer dan 200 deelnemers. Dus we gaan er zeker vanuit dat we dat aantal weer behalen. Met de leuke activiteiten die we organiseren gaan we er sowieso een mooi feestje van maken. De kosten zijn 10 euro voor kinderen. En aan de receptie is het 15 euro voor de volwassenen. Maar daarvoor mag je dus zoals gezegd 5 dagen zwemmen. Meedoen, gratis meedoen aan alle leuke activiteiten. Vrij zwemmen de hele week. Het is nu nog lekker weer geworden, dat het zaterdag ook nog heerlijk weer wordt. Dus dan kun je ook gewoon nog lekker bij ons op het buitenterrein liggen. Dus zeker het geld waard om nog even mee te doen. Jij bent van Optisport. Hoe gaat het met het zwembad hier? Nou, het zwembad gaat heel goed. We organiseren zoals je ziet leuke activiteiten. Nu is het de animatieteam is beter. We maken er echt een feestje van in de vakantie om te zorgen dat lekker veel kinderen komen zwemmen. We hebben natuurlijk het buitenterrein. Dit waar iets minder weer gehad, dus waardoor minder mensen licht bij de warme dagen langskwamen. Maar alsnog zien we dat we gewoon steeds meer mensen langskomen om te zwemmen. Dus dat is positief, want landelijk zie je juist een trend dat mensen minder gaan zwemmen, vrij zwemmen. Maar wij trekken juist meer mensen, dus dat is leuk om te zien. En dat de activiteiten dus worden leuker ervaren. Dus een beetje tegen de trend in? Ja, tegen de trend in. En juist door dit soort activiteiten te organiseren merken we gewoon dat er meer mensen komen. Het is niet alleen maar het vrij zwemmen, en dat hebben mensen misschien al gezien. Maar door nu een leuke mattenrace te organiseren, een leuke waterspeeltuin neer te leggen, dat wordt gewoon leuk ervaren. Nu zijn de zwembaden regelmatig in het nieuws geweest vanwege toestanden, zeg maar. Hebben jullie daar ook last van gehad? Nee, wij hebben gelukkig, er zijn wel eens incidenten, maar zoals waarschijnlijk Ridderkerk waar je op doelt, dat soort misstanden hebben wij gelukkig niet. En dat komt gewoon dat wij als personeel er gewoon staan, goed optreden wanneer nodig en daarmee voorkomen we al dat soort incidenten gebeuren. Op echt hele drukke dagen, als het echt warm is, met die 40 graden dag komen er gewoon door de hele dag door meer dan 1000 bezoekers op het bad. Ja, dan schakelen wij wel beveiliging in, maar gelukkig hebben die nog nooit echt hardhandig op moeten trainen of echt maatregelen moeten nemen. En hebben we het gelukkig altijd onder controle. Tuurlijk kan het soms druk zijn of zijn er soms lastige groepjes, maar die weten we dan snel de kop in te drukken, waardoor dat soort misstanden in ieder geval niet bij ons voorkomen.